De katholieke kerk kent 7 sacramenten. 7 heilige momenten die te maken hebben met het leven van de mens samen met God. En het eerste sacrament is het heilig doopsel. Door Christus zelf opgedragen aan de apostelen om die toe te dienen. Het doopsel waarmee de mens opgenomen wordt in het lichaam van Christus, in de kerk. En van oudsher kent de kerk een doopkapel vlak bij de ingang. Mensen komen binnen, ontvangen het heilig doopsel en gaan door naar het altaar om de Eucharistie te mogen ontvangen. Dit is het doopvont waarmee wij dopen, mensen, kinderen, volwassenen opnemen in de geloofsgemeenschap. Dit doopvont heeft afbeeldingen van de 4 evangelisten, de 4 getuigenissen rondom Jezus Christus. Ik zal het font even openmaken. Natuurlijk dopen wij hier in de kerk, zoals overal, met water. Gezegend water. Water is zo'n oerproduct, zo van de aarde. En water is van oudsher het symbool van het leven. We kunnen niet zonder water. We drinken het, we wassen ons ermee, we koken ons eten erin. Water is onze grootste vriend. Maar water is ook onze grootste vijand. We beschermen ons hier in deze streken tegen het water van de zee en de rivieren en de plassen met duinen en dijken en molens, want water kan verwoestend zijn, dodelijk zelfs. Dat is het rare van water. Aan de ene kant onze grootste vriend, aan de andere kant onze grootste vijand. En daarmee het teken van het hele leven, het leven met mooie kanten en het leven met zorgen en tranen. En als ik een kind doop met water, dan zegt God in dat doopsel, ik ga met jou mee in dat leven. Met jou sluit ik een verbond. En daarna zalven wij de kinderen met olie. Met heilige olie. Chrisma-olie. Olie die door de bisschop is gezegend. En de bisschop heeft de Heilige Geest over deze olie afgesmeekt. En daarmee mogen we beseffen dat een ieder die met deze olie wordt aangeraakt, voor altijd opgenomen mag zijn in het lichaam van Christus, in de kerk. Deze olie wordt gebruikt bij het doopsel, maar ook bij het vormsel en bij de priester, een bisschopswijding, maar ook als een kerkgebouw voor de allereerste keer in gebruik genomen wordt, dan zalft de bisschop de muren met deze olie. Want ook een kerkgebouw behoort Christus toe. Bij het doopsel ontsteken wij ook de doopkaars. Die wordt aangestoken aan de paaskaars. Een doopkaars, vaak met een mooie afbeelding erop. En met het licht van de paaskaars, het licht van Christus, wordt deze kaars aangestoken en gegeven aan de doopeling. En dan horen we de woorden, je bent het licht van de wereld. Ook de doopeling mag zich nu licht van Christus weten. Ja, ook als je klein bent, als je een babytje bent. Want ook dan word je op het spoor gezet van Jezus Christus. En mag je uitgroeien meer en meer als mens van God. Dit is het eerste sacrament dat de kerk kent en ruimhartig behoort toe te dienen.